Voor de jongste BV is deze is op vier terreinen, dakbedekking, installatie techniek, rioolkliniek en sanitair. Dat was de tweede. Nou, we staan hier in Boksmeer bij Daags naar de Tour. Ja, namens streekomroep Land van Kuik. Erik, sta jij hier? Wat is jouw functie? Nou ja, mijn functie is eigenlijk verslaggever van de wielerronde. Dus ja, ze komen nou weer voorbij. Dan probeer ik te vertellen wat er allemaal gebeurt, wie er op kop ligt. En een beetje spannende wedstrijd maken voor de mensen die thuis zitten en die niet in de gelegenheid zijn om hier naartoe te komen. Maar hoe kun jij die iedere keer herkennen? Want die flitsen hier voorbij. Ja, ze hebben allemaal een rugnummer, hè? Dus ik ken ze ook niet allemaal persoonlijk. De profrenners wordt wat makkelijker, daar ken ik er een hoop van. Maar ja, de amateurs, die ken ik niet. Dus dan moet ik allemaal op mijn lijstje kijken en dan met de rugnummers. En zo kan ik er verslag van maken. Spannende wedstrijd. Maar jij loopt hier als reporter rond, Robert. Wat is jouw functie hier eigenlijk? Ja, ik doe samen voor de radio en voor de tv doe ik, zeg maar, de sfeerreportages. Dus ik doe interviews met het publiek. Ik doe straks ook interviews met de renners. Maar daarnaast doe ik ook, ik heb net een mevrouw geïnterviewd met een vlagje en een fluitje. En ja, zij is toch wel erg belangrijk. Dat zijn natuurlijk voor de veiligheid van het parcours waarborgd. Ja, dus dat soort dingen maken we ook mee. Want kijk, de commentatoren hoor je wel natuurlijk van de Tour en van de renners. Maar de sfeer eromheen is natuurlijk net zo belangrijk. Zeker voor de luisteraars van Omroep Land van Kuik. Ik sta eigenlijk de hele dag bij start-finish. Ja. Ik doe van alle wedstrijden die er zijn, doe ik verslag. Ja, dikke bandenrace zo niet, want daar hebben we eigenlijk geen namen van de kinderen die meedoen. Maar de dames, de sportklas die nou rijdt dan. En straks de profs natuurlijk om 8 uur. En dat is het spannendste.